Het waait een beetje, maar voor oktober is het nog hartstikke mooi weer. En dan kom je zelfs, ja, dan kom je met pech te staan. Ja, en wie staat er naast mij met pech? Nick Ribbens. En Cody Ribbens. Nick en Cody, ik ben Rob. Mag ik Nick en Cody zeggen? Ja, dat is zeker. Dat geluk heb ik weer. En jullie zijn gestrand. Nou ja, gestrand, jullie waren al mooi hier. Ja. Jullie hadden onderweg een probleem met de auto. Ja. Ik zou zeggen, ja, wat voor een probleem hadden jullie? Nou, de auto ging zo stotteren, ja, dat wij dachten, we hebben een lekke band. Oké, okay, en toen? En toen hebben we daarnaar gekeken, maar bleek geen lekke band te zijn, dus wisten wij het niet meer en zijn we maar doorgereden zolang het ging. Ja, er brandden verder geen lampjes op het dashboard, helemaal niks. Er brandde helemaal niks. Oké, okay, heel mooi. Nou, wat ik bijzonder vind inderdaad, hij draait onregelmatig. Ik heb natuurlijk wel even een beetje vooronderzoek gedaan, want het is makkelijker als ik begin met filmen. Dus geen motormanagement lampje, ik heb hem uitgelezen, geen storing. En toch loopt hij zo nu en dan een keer op, ja, 3,5. Hij slaat zo nu en dan over. Laat ik jullie nu even zien. Nick, zou je ook een keer willen starten? Want de sleutel zit er nog in. Dat ga ik doen. Oh ja. Nou, zoals altijd, ga nooit voor een startende auto staan. Hoewel Nick zich natuurlijk bewust is dat hij in de vrij staat. Pas op, Corrie, pas op. Ja, ja, pas op. En zoals je nou kunt zien, hij draait een beetje onregelmatig de auto. En je hoort ook een soort tik. En zoals je kunt horen, de auto, het is net alsof je een bobine hoort. Of, nou, laat ik hier, ik begin even aan deze kant. Hier heb je nummer 1, weinigverandering, nummer 2, weinigverandering 3. Ik trek dus de bobines even naar boven toe. En hier nummer 4, of nummer 1 eigenlijk. Er komt een vreemd geluid uit de galerij en daar binnenin hoor je gewoon een geluid. En het lijkt op iets heel simpels. Het lijkt verdacht veel op een loszittende bougie eigenlijk. Ik ga eens even die bougie controleren of die vast zit. En dan inhouden zoals je hoort dan ook weg is. En hij draait nu al een tijdje en we zien nog steeds geen motormanagementlampje. Ja, deze auto vindt het gewoon goed om het om niet te branden. Nou, kijk daar jongens. Wat een luxe, hè? Dan word je gewoon koffie hier gebracht. En, maar wat kwamen jullie doen hier eigenlijk? Want jullie komen helemaal van de andere kant van de planeet af, zeg ik. Ja, wij komen uit Zoetermeer. Zoetermeer. Daar wonen we al vele jaren met plezier. Ja. Maar onze dochter die kreeg het op de heupen. En die dacht, ik ga hier in deze omgeving, dus in de buurt van Lathrop, ja, Oud-Marsum, gaan we trouwen. Dus oh, wij leuk. Hebben 2 dagen een hele mooie bruiloft, hopen we. En je zit hier echt zo'n beetje, als je daar naartoe kijkt, zeg ik, ja, dat is Duitsland. Dat is, ja, ja. Ik de weg ligt hier net naast Duitsland. Ja, ja, het is heel, ja, bijzonder. Also, daar gibt es Deutschland en dit is Nederland. Duitsland und Holland, ne? En ik heb een tasse koffie, dat is ja wunderbar. Ik dank je. Ik had ondertussen al even voor de controle, ik dacht eerst dat het een bobinestuk was, zo klinkt het een beetje. De bobines gewisseld nummer 1 en nummer 2. Maar, als we, dit is dan de bobine wat er ook in zit, en hier zit ook allemaal, ja, hier zit allemaal uitlaatgas aan. Dat kun je wel zien, en hier niet. Zie je, als je hier overheen gaat, zo, allemaal uitlaatgas. Dus die bougie, dit is ook zo'n leuk ding, er zit namelijk over die auto zit een hele mooie Duratec HE kap overheen. En als je die kap eraf laat, dat wil niet, dan moet je eerst de oliedop verwijderen. Op deze manier. Grappig. Als je het niet weet, dan denk je, je breekt alles af. Ja, ik had het ook nooit geweten. Nou kijk, ik kan dus de bougie er met de hand uitdraaien. Ja. En dat hoort niet. Nee. Die moet gewoon vastzitten. En die zal wel helemaal zwart zijn, zie je? Ja. En dat is nou de reden, daar, ha, hi, ha, dat die warm is. Ik zou ook even kijken of de rest goed vastzit. Ja, graag. Ja. Bougies moet je normaal gesproken aantrekken met een momentsleutel. Oh god, die zit ook al los. Ietsjes. Niet zoveel. Deze is als het goed is tussen de 25 en de 30 Newtonmeter. Ja, wij hebben een momentsleutel, maar die begint zo'n beetje vanaf 70 Newtonmeter. En het kleine werk, wij zijn natuurlijk normaal gesproken ingesteld voor het noordwerk onderweg. Ja, het wordt toch een gevoelskwestie, zeg ik altijd. En ik ben nogal een gevoelig mens, dus dat lukt me wel. Oude bougie, je kunt het zien, hij is
helemaal verkleurd. En hij zit ook al los trouwens, de onderkant de aansluiting. Dit is normaal schroefbaar, maar zit normaal wel vast bij deze bougie. Deze bougies hebben trouwens een konische aansluiting. Dat wil zeggen, je hebt konisch, of eentje met een ring. En wat zegt u? Die loopt taps toe. Hij loopt taps toe. Konisch, als je de aansluiting ziet. Ik zal het verschil er wel even bij pakken uit mijn grote verzameling, uit mijn grote rommellade. Elektrode in de midden. Daar komt hij. Hij zit los. Bougie is wel stuk. Ja. Dus je krijgt even een tijdelijk even een andere bougie. Maar net wat ik zeg, eentje die met een ring eronder. Ondertussen hier op de camping wordt daar Jeu de Boue, Bretagne, je weet dat ook alweer, gespeeld. Ze zijn heel fanatiek voor het worden. En ik ga hier even mijn lade, mijn rommellade openen met allemaal bougies. Ik heb dus nu een bougie. En het is hier trouwens een heel gezellige menigte waarmee iedereen komt erbij staan. Dat zie je wel vaak op camping, zeg ik altijd. Hartstikke gezellig. Ik heb dus nu een bougie gewoon met een ring. En niet met een konische aansluiting. En die, hij is mooi breed. Hij heeft op zich een mooi breed pasvlak. Ja, als je dus hier kijkt. Qua grootte in ieder geval. En ja. Ik moet wat voor Noord. Want de onderdelenbedrijven zijn gewoon dicht nu. Dus. Die gaat er even in. De warmtegraad zal vast en zeker anders zijn. Maar ja, goed, meneer is geen coureur en de auto wordt niet veel belast. Ja, dus dat scheelt wel. Dus ja. Ja, jij mag niet rijden. Zo. Dan pakt hij dus zeg maar het pasvlak eromheen in plaats van het konische gedeelte. Vind ik dat erg? Wel nee. Maar nu gaat het er even om hoe mooi die zo gaat draaien. Nee. Moet ik hem natuurlijk op de goede plek neerzetten? Doe ik dit goed? O jee. Ja, dat kan niet anders volgens mij. Kan die daar? Oei, ja. Kan zijn dat ik er nou twee omwissel, maar daar komen we zo achter. Dan loopt hij nog heel beroerd. Oh, wacht even. Ja. Je mist er één. Ik moet even eentje doen. Nee, dit is goed. Maar heb ik daar nog... Oh, ik heb... ja, kijk, ik kom er wel. Zo. Laat ik even die stekkertjes er vanaf. Die doe ik er wel even op, want er is een spepper en sparper, dat zo. En dan gaan we eens even demareren. Even starten. Kijk, hij loopt als een zonnetje. Ja. Ja, mooi hè, dan hoor je het niet meer. Ja. Het chicken wat je hoorde is niet eens de vonk, wat ik wel dacht eigenlijk, dat hij oversloeg. Maar dat is dus die bougie wat los zit, waardoor het verbrandingsgas elke keer pop. Dus elke keer naar buiten en komt via die bougie. Dus dat is eigenlijk alles. Ja, het is een bijzondere bougie. Om nog maar een keer te laten zien hier zo. Ik kan hem namelijk demonteren en het gedeelte hier zit dus los. Toch vind ik dit bijzonder. Waarom vind ik dit bijzonder? Hij liep echt merkbaar slechter. Maar je hebt geen storingscore. Waarom slaat die auto dan geen storingscore op? Dat vind ik een beetje bijzonder. Hij vindt het gewoon, ach, het is goed. Misschien is hij niet zo ruim geprogrammeerd van dat hij bij elke storing gaat branden. Familie, wat vonden jullie ervan? Nou, ten eerste zijn we heel blij dat het gemaakt is. Ja. En we zijn dubbel blij met zo'n prettige hulp. Nou, daar doe ik het toch voor. Hartstikke mooi. Ja. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zou zeggen, we gaan even samen zwaaien naar de mensen in huis natuurlijk. Tot de volgende keer. Ciao. Oké, voor ons ook. Tot de volgende keer. Heb je nou een lampstuk? Zorg er dan voor dat je een lampensetje bij je hebt. En lukt het nou niet om je lamp zelf te vervangen, bel dan de Wegenwacht. Dan kun je in de tussentijd mooi kijken naar onze video's. En vergeet niet te abonneren.